Het Elsjeving Sanitair College, COFAP, heeft gisteren voor de moeders onder de studenten en personeel die borstvoeding geven een kolfkamer in gebruik genomen. Directeur Angele Wallerlei Kumbang-Sila zegt dat het afkolven nu in een ruimte kan waar de melk ook veilig opgeslagen kan worden om op een later tijdstip de baby mee te voeden. Maar ook in haar rol als student, waar ze als professional een carrière probeert op te zetten op de bouw. Dus het bieden van die mogelijkheid dat de vrouwen, en met de vrouwen bedoel ik zowel studenten als personeel, de borstvoeding kunnen uitkolven, op een veilige manier kunnen bewaren en daarna naar huis kunnen meenemen voor hun kinderen. Is eigenlijk niet meer dan het minimale wat wij als organisatie kunnen doen om de vrouw te ondersteunen in haar rol als vrouw. Maar ook in haar rol als student, waar ze als professional een carrière probeert op te zetten, op te bouwen. De COFAP-directeur merkt verder op dat zij de donateur, de Consolidated Industries Corporation, CIC, zeer erkentelijk is voor de ondersteuning bij het inrichten van de ruimte. CIC-directeur Kathleen Haley zegt dat haar bedrijf het project met genoegen heeft ondersteund. Het idee heeft de bedrijfsleiding ook aan het denken gezet om in de toekomst ook een kolfruimte op te zetten binnen CIC. Maar we openen nog een deur voor de vrouw. Om ook haar eigen passies en dromen werkelijkheid te maken. Eén drempel minder. En de directeur heeft dat gezegd. Het is eigenlijk het minimale wat gedaan zou moeten worden. Deze zaken, we vieren het omdat het de norm moet worden. En iedereen moet daar wakker in worden. Dat listen, als we de vrouw of als een medemens willen ondersteunen in their development, dan moet je ze ook dat kunnen accommoderen. Dus het is een mooie deur dat open gaat. Voor nieuwe moeders, voor vrouwen die zeggen ik wil dit beroep uitoefenen. Ik hoef me geen zorgen te maken dat als ik ook een kinderwens heb, dat ik onverstoord door kan gaan in mijn proces. En dat de faciliteiten er zijn om het te ondersteunen. Dus ons dank aan jullie om het initiatief te nemen en om het te doen. En het really stimuleert zelf bij ons. Haley zegt verder dat de bedoeling is dat zoveel mogelijk moeders gebruik gaan maken van de kolfkamer. Momenteel maken een student en een docent die pas zijn bevallen gebruik van de faciliteit.